Jamie Vaas ziet haar gunfactor in rap tempo afnemen nu blijkt dat ze een klein beetje heeft lopen jokkebrokken over het autodeurincident. Ze is in RTL Boulevard neergezet als wraakzuchtige ex. Het is alweer bijna een jaar geleden dat Yvonne Coldewijer een filmpje op haar Juice-kanaal plaatste van de vermeende mishandeling van Jamie Vaas door haar toenmalige vriend Jorik Scholte, Lil Kleine. De Juice-koningin vertelde bij de beelden dat Jamie met haar hoofd tussen Joriks autodeur geklemd werd. Nu blijkt Jamie aan de politie te hebben bekend dat dat niet helemaal klopt en dat het slechts een stukje arm of been was. Volgens de realityster hebben de media dat ervan gemaakt na het zien van de beelden, waarmee ze vooral lijkt te doelen op Yvonne, die dit verhaal naar buiten heeft gebracht. En daar is de Juice-koningin not amused over. Yvonne heeft eergisteren bevestigd dat het Jamie zelf was die het autodeurfilmpje naar haar toestuurde. Ze heeft zelfs hun telefoongesprek daarover online gegooid. Hierin is te horen dat het een goede vriend van Jamie is die roept dat ze met haar hoofd tussen de autodeur geklemd zat. En Jamie, die spreekt dat op geen moment tegen. Jamie wordt nu in 's lands meest bekeken showrubriek, RTL Boulevard, neergezet als een wraakzuchtige ex, als je nu hoort hoe dat gesprek ging. Ik vind het heel gek eigenlijk dat Yvonne dat gesprek heeft gedeeld, maar als je het gesprek hoort, dan zegt ze, Lil Kleine heeft me het huis uitgezet, dus die relatie was al klaar, zegt tv-kenner Rob Goossens. Hij vervolgt, dat werpt een heel nieuw licht op het lekken van die beelden. Dat was niet, ik heb dit nodig, want dan gaat de omgeving zeggen, ga daar weg. Het was al klaar, maar het lekken was dus wraak. Dan snap je ook ineens waarom ze niet heeft gezegd, nou, ik zat niet met mijn hoofd tussen de deur toen dat gesuggereerd werd. Privébaas Evert Santegoets vindt de motieven van Jamie achteraf gezien ook twijfelachtig, zegt hij in shownieuws. Ik denk dat er bij haar ook nog een forse alimentatie-eis aan zat toen. Ze schijnt het hele weekend te hebben lopen dreigen van, ik breng die video uit, die gaat ergens heen, en die kwam ook ergens uit. Hij vervolgt, het was Jorik dus vrij snel duidelijk uit welke hoek die wind waaide. Ik weet niet of de motieven zo nobel waren als ze nu doet voorkomen. Ze was boos, hij moet maar boeten. Ik weet niet op welke manier ze dat bedoelde. Financieel of qua carrière. Eddie Zoe is milder gestemd over Jamie. Hij wijst er in Boulevard op dat ze wel vaker terugkeerde in haar toxische relatie met Jorik. Zij zag het als methodiek om daarmee te stoppen. Dan denk ik, alles is geoorloofd om afscheid te nemen van een gast die je meerdere keren mishandelt. Rob, daar heb je zeker een punt. Het is wel zo, dat hoofd ertussen of niet, is geen klein detail. Als je hoofd tussen een deur zit, kan dat zulk serieus hersenletsel opleveren. En ik was nog steeds verbolgen geweest over die beelden als ik niet had gedacht dat het hoofd ertussen zat, maar dat hoofd was voor mij wel dat ik dacht, what the fuck, je bent echt ziek. Wil je meer van deze video zien? Abonneer je dan op dit kanaal en like deze video. Tot later.